Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van kwart over zes is niet echt veel te zien ervan, maar op veel plaatsen is het mistig of komt zelfs dichte mist voor met een zicht van minder dan 200 meter. Daarbij vriest het ook licht op plaatselijk matig. Vanochtend zal het een lange tijd duren voordat het zicht echt gaat verbeteren, en op een aantal plaatsen zal het zelfs de hele dag mistig blijven. Uiteindelijk gaat de nevel en mist over een laaghangende bewolking. En in de middag breekt dan af en toe het wolkenwerk ook nog, zodat soms de zon schijnt. Het wordt min 2 tot plus 3 graden. Vanavond gaat het op veel plaatsen wellicht vriezen en is het wisselend bewolkt. De wind wordt zuidelijk en neemt langzaam wat toe naar matig aan zeker vrij krachtig, kracht 4 of 5. Dan morgen hebben we eerst nog wat zon, maar later raakt het bewolkt. En in de loop van de middag en avond gaat er vanuit het westen wat neerslag het land overtrekken. Dat valt in het westen als regen, in het binnenland eerst nog als natte sneeuw. En mogelijk kan het ook even ijzelen, maar later valt ook daar regen. Dan zaterdag overdag is de kou echt verdreven. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Met in de ochtend misschien nog een spatje regen in het oosten, maar verder droog weer een geregeld zon. Op zondag weer kans op een bui, maandag droog. Met beide dagen ook wel wat zon. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl